Ken je Kees nog? Kees is archivaris bij de gemeente Maastricht. Nog wel, want samen met zijn teammanager Nicole bereidt Kees zich voor op een nieuwe toekomst als informatieadviseur. Ook in het jaar 2018 wil hij stevig in zijn functie staan. Om Kees daarbij te ondersteunen, biedt de gemeente Maastricht hem 5 ontwikkelingsinstrumenten die hij in overleg met zijn teammanager kan inzetten. Eén daarvan is de opleidingsgids. Hierin vind je een compleet overzicht van opleidingsmodules waarmee je up-to-date blijft in je vak. Waarmee je competenties en nieuwe vaardigheden kunt ontwikkelen en je dus breed inzetbaar blijft binnen de organisatie. Op basis van het goede gesprek met je teammanager kies je de modules die het beste passen bij jouw ontwikkeling. Samen maak je concrete afspraken. Met de handige U-Force opleidingsmanager kun je jezelf direct aanmelden voor een opleidingsmodule. Snel en simpel. Laten we eens kijken hoe Kees de opleidingsgids en de U-Force opleidingsmanager inzet om nieuwe vaardigheden aan te leren die passen in zijn ontwikkeling naar informatieadviseur. Kees volgt als eerste de opleidingsmodule Het Goede Gesprek voor medewerkers. Die module leert Kees hoe hij zelf meer sturing kan geven aan zijn planningsgesprekken met Nicole, zijn teammanager. Logisch, want als medewerker en teammanager zit je in hetzelfde schuitje. Samen koers je naar 2018. Punt voor Kees dus. Samen met Nicole besluit Kees de opleidingsmodule Adviesvaardigheden te gaan volgen. Kees wil leren hoe hij zijn advies zo krachtig mogelijk overbrengt. En hoe hij moet omgaan met tegenwerpingen en weerstand. Tijdens de opleiding merkt Kees dat hij toch wel moeite heeft om zichzelf op het podium te zetten. Als hij solliciteert naar zijn nieuwe functie, wil hij wel laten zien wat hij in huis heeft. Tijd voor een voortgangsgesprek met teammanager Nicole. Nicole tipt Kees op de modules loopbaan en sollicitatietraining. Daar krijgt Kees praktisch advies om zelfverzekerd het podium te beklimmen. Het is inmiddels januari 2017. Kees heeft aardig wat punten te pakken in zijn ontwikkeling. Hij solliciteert met succes naar de functie van informatieadviseur bij het project dat de nieuwe tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht ontwikkelt. Een boeiend en internationaal project. Maar Kees spreekt geen woord over de grens. Met de opleidingsmodule Maastricht International spijkert hij snel zijn kennis van het Frans bij. Zoals je ziet, Kees gebruikt zijn gesprekken met Nicole en de U-Force opleidingsmanager heel bewust om zelf sturing te geven aan zijn ontwikkeling. Kees zit achter de knoppen van zijn eigen toekomst. Jij ook?